Goedendag en welkom op ReVibes. Mijn naam is Angelique. Zometeen een nieuwe liefdesreading voor het teken van Steenbok. Het kan resoneren en misschien ook niet, want ja, niet iedereen loopt natuurlijk op hetzelfde pad. Kijk daarvoor eventueel je maan, ascendant en venus teken na. Of ga naar www.revibestarot.nl voor meer informatie voor een persoonlijke reading. Dan is het natuurlijk helemaal afgestemd op jouw energie. Ook wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de lieve, fijne berichten die ik heb gekregen na aanleiding van het overlijden van mijn vader. Ja, dat doet me erg goed. Het is natuurlijk een heftige periode geweest en nu nog. Maar door jullie heb ik weer kracht eigenlijk kracht gekregen om weer readings te doen. Want ja, dat geeft mij ook weer energie, omdat ik het zo fijn vind om te doen. En dus bedankt daarvoor, voor de lieve berichten die ik krijg en de steun. En dat helpt me enorm ook door het proces. We gaan eens kijken. Ik ga heden, verleden, toekomst, een advieskaart, een themakaart waar eventueel op gelet kan worden. Ik heb nog twee andere decks die ik ga gebruiken. En we gaan er zien, we gaan een verdieping in. En we gaan kijken. Lieve Steenbok, ik hoop dat het goed met jullie gaat. En even kijken. Sacred Union. Honor and treasure your relationships for it's truly sacred. Het kan zijn dat je een union krijgt of dat er iets is waar een hoog commitment in komt. Dus het hoeft niet meteen union te zijn. Maar het kan ook zijn een hogere, een verdieping in een bepaalde situatie. Op relatiegebied. En eens kijken wat ik van mijn eigen deck mag weten. Secrets heb ik hier, oké. Een lieve Steenbok. Wat grappig. Twijfel. What's going on? Find balance. Nog een kaart graag. Oeps. Reflection. Dus iemand die reflecteert jou. Een telepathisch ontop. Het kan zijn dat je een telepathische connectie hebt of dat je telepathisch met iemand kan communiceren. We gaan eens kijken. Lieve spirit, wat mag ik weten over het verleden, heden en de toekomst? En graag een themakaart. Voor de lieve Steenbok. De aas van munten. De acht van zwaarden. En de hoge priester. In het nu heb ik de hoge priesteres. Wauw. De magier. En de geliefde. Wauw. Steenbok. Sorry. In de nabije toekomst de vier van munten. De vijf van zwaarden. Vandaar die secret. En de koningin van staven. Thema is de zeven van staven. Het kan zijn dat je ergens in een situatie zit waarbij je voor jezelf moet opkomen. Of dat er innerlijke rust in jezelf moet komen om dus een balans te vinden. Ik heb onderop. Wat je niet ziet aankomen is de twee van munten, de schildknaap van bekers, de koning van zwaarden en de koningin van munten en de twee van bekers.
Wat ik voel is dat er ergens een keuze in wordt, zou moeten worden gemaakt, wat je lastig vindt. En dat kan om twee personen gaan, is wat ik zie. Dus misschien heb je keuze in de liefde. Of je zou een keuze moeten maken met je hart en je verstand. Dat is wat ik voel. Vandaar die twijfel. Er is iemand die jou reflecteert en dat zie ik. Want er is iemand uit het verleden, is wat ik zie. Je hebt vastgezeten in je gedachten en je hebt geen uitweg gezien. Er was wel een stabiel nieuw begin, is wat ik zie. Dus er was wel groei. Maar jouw gedachten gingen eigenlijk met jou aan de haal, is wat ik voel. En dat kan dus zijn onzekerheid of geen uitweg zien. Kan zijn dat dat door een karmische relatie is geweest. Maar in ieder geval zat jij gevangen. En wat ik altijd zeg, het zijn gedachten. Dus het kan zijn dat je daar een beetje in vast zat in het verleden. Maar ik heb hier ook de hoge priester. Dus het kan heel goed zijn dat jij een connectie hebt gehad die heel spiritueel was. Wat misschien wel tot een huwelijk kon leiden. Maar je was daar heel erg onzeker over. Ik heb het gevoel, maar ik ga zo meteen de verduidelijking vragen. Het kan ook zijn dat je op zoek was naar een zin van het leven en dat jij dus je spiritueel erg hebt ontwikkeld. In het nu zie ik dus de hoge priesteres. Dus ja, dat is heel bijzonder, want het is natuurlijk een koppel. En één ligt in het verleden en de ander in het nu. Maar ja, het sluit natuurlijk op elkaar aan. Dus het kan zijn dat je dus iemand kent die dus jou heel erg heeft gereflecteerd of misschien nog doet. Iemand waar jij een spirituele en hele diepe connectie mee hebt. Dit is de Divine Feminine en de Divine Masculine energie. En het is belangrijk in deze periode, want ik zie hier ook de magier en de geliefde, om naar je intuïtie te gaan. Er is iemand die heeft heel veel aantrekkingskracht op je. Of jij probeert iemand te manifesteren in je leven. Wat ik ook voel is dat je op dit moment belangrijk is om misschien nog even geen keuze te maken. Maar vertrouwen op je intuïtie. Maar je twijfelt is wat ik zie. En dat komt door het verleden. Omdat jij veel, veel hebt nagedacht. En dat hangt nog een beetje aan je. En de magier is natuurlijk een prachtige kaart. En dan liggen hier drie van een grote Ankara. In het nu. Dus jij bent bezig met een mega cycle. Je bent bezig om jezelf spiritueel te ontwikkelen is wat ik voel. En ik heb hier natuurlijk de geliefde. En de geliefde is natuurlijk een keuze maken tussen hart en verstand. Streef eigenlijk naar een harmonie. En dat kan zijn in de liefde. Je streeft naar harmonie, je wil perfectie, je wil alles dat alles klopt. Dat is het gevoel wat ik heb. En je wilt dat manifesteren. Af en toe twijfel je nog of het wel zo is wat jij voelt voor een persoon. Dat is eigenlijk, weet je wat ik zie. Het kan zijn dat het een geheim is. Dus dat je misschien een relatie hebt. Of dat er iets speelt wat niet misschien... Iedereen weet, is wat ik voel. In de toekomst zie ik de vier van munten. Dus het kan zijn dat je dit voor jezelf houdt. Dat je afsluit of dat je het niet openbaart. Je bent natuurlijk een steenbok. En steenbokken zijn natuurlijk geen... die hebben een muurtje om... je hebt een muurtje om je heen. En het kan dus zijn dat... Mijn excuses, ik hoor iets trillen. Heel vervelend. Ik weet niet of jullie dat horen, maar... In ieder geval is er dus, jullie zijn natuurlijk steenbok en jullie houden vaak een muurtje om je heen om jezelf te beschermen. Jullie hebben wel veel liefde, maar er moet wel iemand zijn die daar doorheen moet breken om je echt jouw ware aard eigenlijk te zien. Of aard, maar je liefde, want je hebt het wel, heel veel zelfs. En ik kan het weten, want ik ben er zelf ook een, tenminste mijn zon is steenbok. In ieder geval heb ik ook de vijf van zwaarden. En dat is natuurlijk weer die kaart wat ik zag ook met die secrets. Die komt daar naar boven of eigenlijk afgunst. Kan ook negatief denken zijn wat je in het verleden eigenlijk ook een beetje had. Dus dat blijft een beetje een dingetje. Ik zie ook een koningin verstaven. Dus het kan wel zijn dat je op zoek bent naar avontuur. Dat je voor jezelf... dat je avontuur zoekt. Dat je dingen wil aanpakken. Dat je voor jezelf wil gaan vechten. Dat je ergens voor wil gaan. Dus dat je een sterke persoonlijkheid ontwikkelt. Of er komt iemand op je pad die dus een sterke persoonlijkheid is. En die jou dus
gaat benaderen, is wat ik zie. Maar het kan dus zijn dat er ergens in jouw omgeving afgunst is, jaloezie of roddels. Ik ga eens wat verduidelijking vragen. Waarom ligt de 8 van zwaarden in het verleden? Oeps. De 8 van zwaarden. De 9 van pentakels. De chariot. En de king of pentacles. Het kan dus zijn dat jij veel in gedachten hebt gezeten over een aardeteken. Een stiersteen op maagd. Maar tegelijk was je eigenlijk ook wel goed. Je had eigenlijk verwacht dat er succes was. Of er was succes. Met een persoon. En jullie waren eigenlijk beide wel op hetzelfde pad. Jullie waren, ja, hoe moet ik het zeggen, dus een reflectie voor elkaar. En er was heel veel succes. Alleen jij hebt getwijfeld over het feit dat het misschien wel niet zo succesvol was. Dat is eigenlijk een beetje vol. Maar dat waren dus je eigen gedachten. Want het is wel zo geweest. Die persoon keek ook heel erg tegen je op. Omdat je zo zelfstandig was of bent. Dat je je zaakjes goed op orde hebt en dat je weet wie je bent. Dat is eigenlijk wat ik zie. Misschien keek die persoon wel tegen jou op. En vond hij zichzelf misschien minder waardig. Kan ook andersom zijn, hè? Dus pak wat resoneert. Dus dat is een beetje de achterliggende gedachte. Wat mag ik weten over de hoge priester? Kan ook zijn dat de dingen niet zijn verteld. Is wat ik, dat kan natuurlijk de hoge priester ook zijn. Het kan ook zijn dat er, ja... Wauw, ja, zie de Two of Cups. En weer het verweer. Ja, dus er is iets. Weer de 7 van staven. Dat is een uitdaging. Dus het kan zijn dat het iemand lastig vond om voor zichzelf op te komen in een bepaalde situatie. Om weg te gaan uit een karmisch deel. Wat niet meer diende. Een keuze maken in de liefde. Dus er is iets geweest waardoor iemand geen keuze kon maken. Of iemand had verweer in zijn hoofd. Of er was afgunst, jaloezie. Of er was iets wat eigenlijk afgesloten moest worden. Om dus weer liefde te krijgen. Of er was iets dat iemand anders een commitment kreeg. Omdat diegene bang was voor verweer en voor de toekomst. Dus wat ik zie. Dat kan jij zijn of een persoon. Maar er is in ieder geval liefde aangeboden. Het kan dus zijn dat het echt een spirituele connectie was. Maar iemand moest eerst nog iets afsluiten. Of iemand was bezig. Zat middenin zoiets. Om dus dingen af te sluiten. Maar ik zie verweer. Die 7 van staven. Ik heb het gevoel dat iemand zich staande moest houden en dat er verweer was over misschien wel de liefde die je hebt gekend. Zoiets. En die trant. Wat mag ik weten over de hoge priesteres? De ster. Wauw. The Wheel of Fortune en de Knight of Wands. Wauw. Ja, jij bent op zoek naar avontuur, is wat ik zie. Jij hebt het wiel zelf verhaald. Je hebt veel meegemaakt. Je hebt na een moeilijke periode ben je eigenlijk weer een beetje voor jezelf gaan opkomen. Of het is belangrijk om dat te doen, als jezelf als belangrijkste persoon te zien. Want ik zie dat je op zoek bent naar avontuur, is wat ik voel. En het is belangrijk om jezelf verzekerd te voelen. En ook je passie te volgen in wat jij wilt. Dus er is iets wat borrelt in jou. Of er komt een persoon die heel veel passie jou wil gaan brengen. Waar jij over nadenkt. Wat jij graag zou willen. Waar jij een nieuwe cycle in wilt gaan. De magier. Wat mag ik daarvan weten? Jij wil iets manifesteren is wat ik voel. Want dit zijn hele best wel... Of heftige kaarten niet. Het zijn hele mooie kaarten. Maar
Jij hebt iets in je gedachten. Jij wil iets. Jij wil iets. Jij wil iets manifesteren, is wat ik voel. Ik heb het gevoel dat jij heel goed weet hoe jij dat moet doen. En je hebt heel veel aantrekkingskracht naar een persoon toe. De Hierofant alweer, zie? Wauw. Ja, die ligt natuurlijk in het Solene en hij komt hier weer. Jij wil die Hierofant. Je bent aan het spieken. Of er moet een complice komen met iemand. Maar het is weer die persoon, hè? Dus er is een eind geweest. Wat ik al zei, misschien was er verweer van het verleden. Of dat er mensen waren die het er niet mee eens of die een oordeel hadden. Of dat gevoel heb ik. Maar hier ligt hij weer, bij de magier. Dus jij wil, wat ik al zei, jij wil iemand manifesteren. En dat is die persoon uit het verleden. Waar jij een complice mee hebt gehad. Jullie hebben elkaar in de gaten gehouden. Of jij, maar het kan best zijn dat jullie elkaar in de gaten hebben gehouden. Is wat ik zie. Ja, maar je hebt veel meegemaakt. En misschien nu nog. Maar jij hebt een complice. Of jij wil een complice met een persoon. En misschien... is er een complice nodig met een persoon. Maar jij wil dat manifesteren, dat is wat ik zie. Daar ben jij druk mee bezig. Jij bent druk bezig om die persoon in je leven. Ik weet niet hoe je dat doet. Misschien met gedachten, misschien met mediteren of iets. Maar dat is een beetje wat ik voel. Wat mag ik weten over de geliefde? Ja, zie. Er zou een keuze moeten worden gemaakt. En dat gaat je aan het hart. Er zou iemand... Wat ik eigenlijk krijg kippenvel. Wat ik voel is dat jij een keuze moet maken. Wauw, ja, zie. Jij houdt je vast aan iets. Wat ik voel is dat jij een keuze zou moeten maken wat je wel verdriet gaat doen. En het kan dus zijn dat jij iemand hebt. Dat hoeft niet voor iedereen te zijn. Maar het kan dus zijn dat jij iemand hebt die jij pijn moet doen om dus te krijgen wat jij eigenlijk het liefste wilt. En dat is die persoon uit het verleden waar jij een spirituele connectie mee hebt. Waar jij twijfels over hebt. Wat misschien niemand weet dat jij daarmee bezig bent. Maar jij weet dat je iemand moet gaan kwetsen. Het kan ook zijn dat je jezelf kwetst. Of dat jij gekwetst bent. Of dat je... Maar ik heb meer het gevoel. En het kan een aardeteken. Ja, twee keer een aardeteken. Dus het kan zijn dat je met een aardeteken te maken hebt. Ik zie een vaderfiguur. Iemand die stabiel is. Iemand die van gezag houdt, van orde. Iemand die niet makkelijk buigzaam is. Iemand die wel echt een goede vader is. Maar soms... lastig vindt om structuur los te laten. En dat kan zijn dat je dus daarin zit. Dat je met een persoon gaat die dat dus heeft. Waar je van los wil breken. Hoeft niet, kan wel. Het is natuurlijk niet voor iedereen. En hier ben jij. Of de persoon. Ik heb het gevoel dat het een aardeteken is. Ik zie veel aarde. Hoeft niet, maar het kan in een element zitten. Maar in ieder geval zie ik dus wel een verzorgend persoon, een moederfiguur. En misschien is dat ook dat jij misschien ook een familie hebt of stabiliteit. En dat dat lastig is om te doorbreken, om te kiezen voor de liefde voor je leven. Omdat eigenlijk alles wel een beetje stabiel is nu. Maar maakt het je echt gelukkig. Dat is een beetje wat ik voel. Ja, dat is misschien heel lastig. Maar dit is wel een beetje wat ik zie. En wat ik al zei, dat hoeft niet voor iedereen te gelden, maar... ik zie wel een koppel. Maar ik zie hier ook iemand. Dus ik heb meer het gevoel dat je een keuze moet maken om iemand te verlaten. Om dus te gaan voor de persoon waar jij het meeste om... of ja, waar jij heel veel liefde voor kent. Wat mag ik weten over de vier van munten? De Empress. Wauw. De 5 van cups en de 9 van cups. Ja,
Jij blijft je vasthouden, is wat ik zie, aan het verleden. Jij treurt nog wel, maar je hebt wel zoiets van, ik blijf wel gewoon in mijn Empress mode. En Empress mode is nurturing naar jezelf, maar ook voor anderen. Liefdevol zijn. Ja, trots zijn op wie je bent. Maar diep van binnen voel je je wel getreurd, is wat ik zie. Want je kan dat natuurlijk die rol aannemen. Maar diep van binnen wortelt er wel een pijn, is wat ik voel uit het verleden. Wat mag ik weten over die vijf van zwaarden? Ja, dat is wel bijzonder, hè? Want hij ligt hier nu. Nee, twee keer, sorry. Ik moest even goed kijken. Ja, dus de keizerin. Ja, je hebt een attitude van niemand mag mij pijn doen. Ik hou mijn hart op slot. Ik ben heel gelukkig wel. Ik wish fulfillment. Zo kom je over, maar diep van binnen voel ik toch een pijn. Mensen kunnen jou zien of dat jij heel gelukkig ergens in bent. Dat je dat uitstraalt, maar wat ik aan de kaarten zie is dat jij... En je bent ook wel. Het is niet zo dat jij doodongelukkig bent, dat is het niet. Maar jij zoekt meer in het leven. Dat is eigenlijk wat ik voel. Jij zoekt meer. Wat moet je weten op die vijf van zwaarden? Wauw. The King of Swords. Ja. Of het zijn inderdaad je gedachten. Of er is afgunst. Of geen vertrouwen hebben in de toekomst. Terwijl het toch echt wel liefde is en aankomt. Die cup ligt hier niet voor niks. Die stabiliteit. Alleen je zou wel een keuze moeten maken. Dus let op je gedachten. Blijf je gedachten schoonhouden. Wat is die koningin van staven? Want er is iemand. En ik zie hier in de Knight of Wands. En hier natuurlijk de koningin van staven. Ja, je moet iets loslaten is wat ik zie. En dat gaat ook gebeuren. Er komt ergens, als hij die spanning wil, als hij jezelf die actie en datgene wat jij graag wilt, zou jij dingen moeten loslaten. Je niet meer vasthouden aan hetgeen wat niet meer dient. Karmische stukken, hetgeen waar je in zit, loslaten. En dat gebeurt. Als jij het niet doet, doet Spirit het. En dit is, ja, dat is natuurlijk vrij chaotisch. Maar als jij vast blijft houden aan iets wat niet meer goed is of wat niet goed voelt, dan komt er onvermijdelijk iets op je pad waardoor het wel moet gaan transformeren. En dat zie ik dus. Maar dat gaat jou wel, het is wel iemand die zelfverzekerd is. En daardoor kan je ook je passie volgen, zaken wat ik zie. Wat mag ik nog weten over die zeven van staven? En misschien zijn mensen het er niet mee eens. Dat kan. Ja, zie. Maar... ja, zie, een nieuw pad. Wauw. Kan met een maagd zijn. Ja. Dus wat ik zie is dat dus een uitdaging is om dat nieuwe pad aan te gaan. Om dus te kijken waar je dus al bent. En dus gewoon die liefde die er aan, ja, wel gewoon in zit, is wat ik zie. Want ik zie natuurlijk prachtige kaarten, maar het is een beetje een ingewikkeld verhaal. Ik ga nog een advieskaart vragen. Nou, er is iemand op zijn paardje die jouw liefde aan wil bieden. Om een heel nieuw pad weer in te gaan, is wat ik zie. Mits jij keuzes maakt. Want dit is natuurlijk, kan natuurlijk dingen voor jou zeggen, hè. Maar mensen hebben een vrije wil. En iedereen maakt eigen keuzes. En vanuit daar heeft een ander ook weer vrije wil. Dus let daar wel altijd op. Wat is het advies, lieve spirit? Strength, ja, wees krachtig. Blijf geloven in jezelf. En ga ook gewoon door met hetgeen waar je mee bezig bent. En kom uit die verwarring en maak een keuze. Waar ligt jouw hart? Wat wil jij graag? Welke cup maakt jou het gelukkigst? En zoek een balans, wat ik hier al zag. En geef niet alles weg, maar probeer echt een balans te vinden. En maak een keuze. Dus wat ik zie voor een nieuw passioneel begin, want dat ligt er wel. En weer de magier. Dus
Luister naar je intuïtie. Sluit dingen af die niet meer goed voor jou voelen. Al zou het voor de buitenwereld misschien wel lijken of ben jij heel gelukkig. Zolang jij eraan vast blijft houden, kan dat ook niet verder groeien. Maar ik zie wel een torenmoment. Dus er komt wel iets aan waardoor jij dus weer vrijheid gaat voelen. Waardoor jij dus die stabiliteit en die liefde weer gaat krijgen. Mits jij wel in jezelf gelooft en daar ook voor gaat. En je niet gevangen blijft houden aan hetgeen, of je gevangen in je gedachten. Ja, want dat is, dat is belangrijk om dat los te laten. Dus wel positief te blijven. En keuzes te maken in de liefde. En, want je bent ergens mee bezig, is wat ik zie. Lieve Steenbok, hij is een beetje lang. Maar goed, ja, het is soms ingewikkeld. Ja, en ik wens jullie natuurlijk heel veel sterkte en al het goeds in dit proces. Mochten mijn readings resoneren, laat dan een like achter. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, abonneer. En ja, eventueel een persoonlijke reading kan natuurlijk ook. Ga dan naar www.35stro.nl en ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie steun. En ik hoop jullie snel weer te zien. Doeg!